meest succesvolle autofabrikant van Nederland. Jawel, Kia, de meest succesvolle autofabrikant van Nederland. Heel lang geleden was het heel lang Opel en later werd dat natuurlijk Volkswagen. En net nu Kia, ik weet niet of ze die positie vasthouden. Het feit dat ze succesvol zijn heeft natuurlijk te maken met het aanbod van modellen. Veel waar voor je geld. Kwalitatief interessant natuurlijk ook. Het heeft ook een beetje te maken met de mogelijkheid om te kunnen leveren. Andere fabrikanten door het chiptekort kunnen niet altijd leveren. Dus het is ook een tikkeltje een vertekend beeld. Maar neemt niet weg dat Kia hele goede dingen aan het doen is. En er komt meer aan. Sterker, er is inmiddels meer. Ik zit in de EV6, de Kia EV6, EV6, ook zeg ik nog lekker EV6. Die auto die staat inmiddels bij de dealer. Ik ben naar Marbella gebracht om daar met deze auto door de bergen te rijden. Nou, prima natuurlijk, mogen ze altijd doen. Hè. Ik stap wel in dat vliegtuig. De auto, de EV6, natuurlijk, jullie weten het. Het is een auto die zijn architectuur en zijn technische componenten deels deelt met concerngenoot Hyundai, de Ioniq 5. Moet ik bij zeggen dat de auto wel een tikkeltje anders gepositioneerd is. Als je exact vergelijkt, en dat kan niet helemaal vanwege de uitrusting, hè. Er zitten echt wel uitrustingsverschillen in, maar als je gewoon puur even kijkt naar één elektromotor, dus achterwielaandrijving, of twee elektromotoren, dus vierwielaandrijving, of als je kijkt naar 58 kWh accu of 77 kWh accu, dat zijn de twee accutypes die aanwezig kunnen zijn in de Ioniq en in deze EV6. Als je dat allemaal vergelijkt, dan zie je dat de Kia telkens een duizendje of 1, 2, 3 duurder is. Hij kost ietsje meer. Nou is dat verwaarloosbaar, of het nou 43,5 is of het is 45. Ja, en dan is het gewoon een hele interessante auto. Want hij heeft het 800 volt laadsysteem. Zeker 250 kilowatt laden, 100 kilometer rijbereik in een minuutje of 4. Ga jij maar even uit de broek, tegen een boom of keurig in het toilet. Haal ook eventjes een espressootje en doe dat in 4 minuten. Ik ben bang dat het je niet gaat lukken. Ja, of je knoeit op je broek met een van de twee vloeistoffen. Het gaat je niet lukken. 4 minuten, 100 kilometer rijbereik. Dat is echt vlot, snel. Zeg ik er meteen bij, moet je natuurlijk wel aan de juiste lader staan. Hè? Want je hebt ook nog steeds wel DC-laders, snelladers, waar je die snelheid niet redt. Dat ligt aan het laadpunt op dat moment en dat ligt niet aan de auto. Deze Kia die is toegerust op serieus snel laden. En dat brengt me meteen op een gedachte. Want ik heb dat destijds ook gezegd in de video van de Ioniq 5. Waarom zou je kiezen voor de variant met de dikke accu? Goed, als je nu in de prijslijst gaat kijken bij Kia, dan zie je één versie. Dat is de basisversie met achterwielaandrijving en de 58 kWh accu. Een rijbereik van pak een beet kilometer of 400 in de praktijk. De grote, de 77, die haalt zo'n 530. In de praktijk ietsje minder. Maar waarom zou je gaan voor die dikke versie? Want wij rijden gemiddeld een kilometer of 30 in Nederland. Nou, misschien heb jij wel een andere mobiliteitsbehoefte. Misschien rijden we 100 kilometer per dag. Misschien wel 200, misschien wel 300. Maar dan red je het nog altijd met die basisversie. En ga je dan een keer op de wintersport of ergens anders heen? Ja, heel Europa staat inmiddels vol met snelladers, met superchargers. En dan laad je je auto gewoon heel erg snel. Dus waarom 4, 5, 6.000 euro extra uitgeven aan een grotere accu als die auto snel laadt? Let op, autofabrikanten als bijvoorbeeld Porsche, maar ook andere autofabrikanten, die komen met sportauto's, elektrische sportauto's. Een sportauto moet niet te zwaar zijn. Hoe zorg je ervoor dat die licht wordt? Nou, door er een niet zo grote accu in te stoppen. Maar een niet zo grote accu is een beperkt rijbereik. Dat is niet erg als je heel snel kunt laden. En daar zijn autofabrikanten als Porsche dus naar op zoek. Heel snel laden. Dan kan die accu kleiner worden, lichter worden. Betere rij-eigenschappen. Nou,
dat is dus precies wat ze bij Kia inmiddels doorhebben. Dus waar ik heel vaak roep, kies die grootste accu. Ja, als je het financieel kunt leien, kies daarvoor. In dit geval zou ik het denk ik niet doen. En dan kies je voor die achtwielaangedreven basisversie van om en bij de 45.000 euro. Dan heb je zo'n 170 pk. Dat is niet reusachtig veel, maar meer dan genoeg. Wil je wat meer? Dat kan. 230 pk kan ook. Je kunt ook richting de 330 pk. Dan heb je twee motoren. En als je een beetje geduld hebt, kun je ook ver voorbij de 600 pk. Dat hoor ik niet goed, denk je nu? Nou, dat hoor je wel goed. Er komt een GT. Echt een moddervette Kia EV6 GT met meer dan 600 pk. Dus dan heb je gewoon een serieus probleem als je daar met bepaalde types Porsche Taycan naast staat. Uitzicht, hè? In de bergen van Andalusia op het hoogste punt van de A397. Dat is de weg dus die van Marbella naar Ronda loopt. Ben je in de buurt? Neem hem. De weg is fantastisch. In Ronda heb je het oudste stierenvechtarena van Spanje, volgens mij. En het race resort van Klaas Zwart. Zeker de moeite waard. Dit is de klep waarachter de aansluitingen zitten om de EV6 te laden. Het is anders. Ik sluit mooi. Ik vind het niet zo heel verkeerd. Normaal zit hij hier. Maar dan doorbreekt hij de lijn. Nu zit hij aan de achterkant en daar is toch al van alles en nog wat aan de hand. En die lijn, die is bijzonder, hè? Dit gedeelte moet je eens nagaan, nakijken bij Saabs van weleer. Het merk bestaat niet meer, maar die hadden dat ook. Die hadden altijd zo'n zwarte A-stijl, waardoor er een zwevend dak ontstaat. Zo noemen ze dat, een zwevend dak. Creëert een beetje dynamiek. Aan de achterkant hebben we de Aston Martin DBX-achtige achterlichtconfiguraties. Beetje ver gezocht misschien, maar het lijkt er wel enigszins op. En dan grote wielkuipen met forse wielen. En dan die extra dikke band, die creëert dan een beetje een SUV-look. Maar het is echt geen SUV. Het is zelfs een relatief lage auto voor een elektrische auto. Want we hebben die 10 centimeter dikke plak met accucellen. Van daar tot aan daar. Die zorgt ervoor dat je altijd wat hoger zit. Je moet op die accucellen zitten nou eenmaal. Dat kan niet anders. Op dat batterijpakket. En toch hoofdruimte zat. Terwijl de auto niet extreem hoog is. En dan die korte voorzijde. Hè? Dat is zo kenmerkend voor een elektrische auto. Er komt een hogere variant van deze. Er komt een langere variant. Er komen veel meer EV-modellen bij Kia. Er zitten 111 flessen, lege flessen, plastic flessen verwerkt om tot de vloermatten te komen. Je ziet hier overal van dat materiaal, bedflessen, gerecycled materiaal. Dat is niet lelijk, dat staat prima. Ze hadden ietsje meer aandacht moeten besteden aan de vormgeving van de stoelen, vind ik, daar bij Kia. De dingen zijn groot, dat is op zich goed, maar ze geven heel weinig zijdelingse steun. Ik rijd echt nu niet hard, ik glijd een beetje over die achterwand, te weinig steun onder de bovenbenen. Maar dat ze groot zijn, dat kan ook makkelijk, want we hebben heel veel binnenruimte. Dat is een trucje van autofabrikanten. Bij weinig binnenruimte worden de stoelen ook kleiner. Maar dat hoeft dus helemaal niet. En een grote stoel is makkelijker goed te maken qua vorm dan een kleine stoel. Dus we hebben ze een beetje laten liggen, vind ik. Wel mooi, ik rij op de A397 van Marbella naar Ronda. Dat is een super gave weg. Best wel vaak introducties gehad. Heel lang geleden, 2008, filmde ik hier
met een Ascari, zo'n hypercar met weet ik veel, 600 pk, dikke 8 cilinder zat er volgens mij in. Ik weet het niet eens meer trouwens, maar wel een heel wild ding. Dat was toen, hè? Dat was overigens voor het programma Wheels on the 7, RTL 7, nou, een hele poos geleden. En nu rijden we er weer en dan rijden we er in een elektrische Kia. Kia was toen, hè, 2008, budget. Absoluut budget. Prima, maar ja, je droomde er niet echt over, zullen we maar zeggen. En inmiddels is het een merk dat mooie producten maakt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het dashboard, hè, bij BMW zijn ze er heel trots op dat ze in de i4 een curved scherm hebben. Ja, hier zit hij dus ook gewoon in. Allerlei autonome functies, maar bijvoorbeeld een partij ruimte op de achterbank die overeenkomt met de ruimte in de Model X van Tesla. Jawel, heel veel wielbasis. Het zijn allemaal van die mooi bedachte dingen die laten zien dat het merk Kia innovatief is. Meedoet gewoon in de Champions League van de automobielindustrie. Maar heeft bijvoorbeeld hydraulische bussen in de aansluiting tussen het subframe aan de achterkant en de carrosserie. Waardoor dat uiteindelijk veel mooier en veel beter gefixeerd is. Hij heeft dempers met een extra zuigertje, waardoor de rebound, dus de uitgaande slag, je rijdt over een hobbel en dat wiel dat gaat erin en daarna moet hij er ook weer uit de wielkast. Dat is de rebound en die rebound die wordt beter gecontroleerd. Zeg goed, hè? Dat is techniek die je tegenkomt bij de betere auto's. Ga je voor de vierwiel aangedreven versie, dan heb je simpelweg gewoon een elektromotor voorin. Die doet het niet altijd. Niet omdat hij af en toe stuk is, nee. En je moet gewoon af en toe zijn mond houden. In de basis is een EV6 namelijk een achterwiel aangedreven auto. En vragen de omstandigheden ernaar, precies als het quattro systeem bijvoorbeeld van Audi en andere vierwielaandrijf systemen van de conventionele auto's, vraagt de ondergrond om meer grip, meer tractie, dus vierwielaandrijving, dan reageert het systeem in 0,4 seconden. En roepen ze door die auto heen en dan moet die motor daarvoor in mee gaan doen. Het zegt iets. Het zegt iets over het merk Kia. En ze hebben daar ambities, hè? Serieuze ambities. Binnen een jaar of 4 moeten er minimaal nog 5 volledig elektrische modellen van Kia op de markt komen. Ja, een goed ding dus. Een mooi product. Zeker als je kijkt naar de basisprijs. Die ik zeg met dik 600 pk die ergens halverwege 60.000 euro is. Dat is natuurlijk een kostbare auto. Kijk je naar de basisversie. En in mijn optiek is dat echt de meest interessante. Want die is uitgerust met van alles en nog wat. Die heeft ook die bijzondere carrosserie die een beetje lijkt op de Aston Martin DBX. Mooi of niet mooi. Oordeel zelf. Maar dat is in ieder geval apart, bijzonder. Hij heeft altijd die ruimte, hij heeft altijd het 800 volt laadsysteem, hij heeft altijd 3-fase laden op AC. Dus het is gewoon een goede, doordachte, innovatieve auto voor uiteindelijk, ja, 45.000 euro is veel geld, ik weet het, ik geef ze ook niet elke dag uit. Maar zet je dat af tegen de concurrentie, hè? Tesla met een Model I, Skoda met een Enyaq, minder innovatief, Ford Mustang, minder efficiënt. De interne laadsysteem, minder innovatief. Dit is een auto die ervoor zorgt dat dat leiderschap van Kia in Nederland, maar ook gewoon de top 5 scoren in de wereld binnen de autofabrikanten van Kia, dat behouden blijft en misschien zelfs wel verbeterd. Het is een auto die indruk maakt en die heel erg meedoet met het beste dat op dat gebied verkrijgbaar is. Kom daar eens voor, jongens. 13 jaar geleden, Kia. Zo snel kan het dus gaan, hè? Met dank aan de transitie ook wel een beetje. En het doorzettingsvermogen in Korea, dat vooral. Want er moet wel wat gebeuren natuurlijk, hè? Wil je van zo'n merk in een zo'n merk maken? Het is knap werk, absoluut. De Kia EV6. Blijf kijken. Blijf volhouden, want het wordt echt leuk hoor op het gebied van elektrische auto's.